zit dit jaar een luchtje aan de pensioenexpeditie. Ach ja, een goede geur, een goed humeur, een goed resultaat. En daar gaat het tenslotte om. Omdat je reukzintuig je meest emotionele zintuig is, omdat het direct gekoppeld is aan je oerdeel van je hersenen, waar je emoties en je herinneringen nestelen, hebben geuren een enorm effect op je verbeelding, maar kunnen je ook enorm verleiden om tot een bepaald gedrag of tot een bepaald stemming te komen. De verbeelding op gang brengen en ja, pensioen, van hoe zie je je pensioen voor je, alles verandert en wat voor associaties heb je daarbij? Geur. Verleiden, verbeelden. Het wordt allemaal anders. Dat is een ding dat zeker is. Hoe verbeeldt u zich de toekomst? Nee, een dekzoekje er al. Ook nog. Jeetje, wat moet ik een hoop dingen doen? Ik heb wel een bepaalde keus gemaakt. Natuur? Vrijheid? Geroken, nee. Ik rook niet. U rookt niet? Maar ruiken? Oh, nee, sorry. Nee, dat heb ik nog niet gedaan. Hoe ziet uw oude dag eruit? Nou ja, hopelijk nog veel actieve dingen doen, sport en zo. Op reis, een beetje golfen denk ik. Nou, ik voel me denk ik pas oud als ik 65 plus ben. Pas 75. Bijzonder welkom op de vier. Haar doorzettingsvermogen is aantstekelijk. Zo langzamerhand legendarisch te noemen. Als topturnster maakte Wilma de Bruin buiten haar schuld een val die haar leven in de war schopte. Maar ze bedrijft nog steeds topsport. Want met Achmea Academy weet ze duizenden mensen in beweging te brengen, ook buiten de financiële sector. Waar Wilma verschijnt, waait een frisse wind. Haar zoektocht naar het nieuwe pensioendenken is een inspiratie voor velen, zoals vandaag zal blijken. Niemand kan de dans meer ontspringen. U beheert het geld van 5 pensioenfondsen, 133 miljard euro? Ja, ruim 103, het is bijna 150 inmiddels. Zo. Veel mensen maken zich bezorgd, maken zich zorgen over hun pensioen. Is dat terecht? Ik denk dat er terecht zorgen zijn over het stelsel en dat er vragen in het pensioenstelsel zitten waar we ook daadwerkelijk antwoord op moeten geven. Tegelijkertijd, Nederland heeft een heel mooi pensioenfonds en we zijn heel goed gecapitaliseerd. Dus ik denk wat dat betreft de zorgen wel wat minder groot zouden kunnen zijn. Het vereist lenigheid en souplesse om je te verdiepen in een wereld met veranderend pensioen. Hoe nu verder? Daar kunnen de workshops bij helpen. Om te beginnen Sjaak Zonneveld, schrijver van het boek Het Nieuwe Werken aan Je Pensioen. U neemt deelnemers mee over de grens. Waarom? Om ze enerzijds op een andere manier te laten denken over pensioen. Maar ook om ze te laten merken dat andere landen eigenlijk ook wel heel mooie pensioenstelsels hebben. Met aspecten die wij wellicht heel graag zouden hebben in ons stelsel. Australië bijvoorbeeld, waarbij je je pensioen ook mag opnemen op het moment dat je in financiële problemen bent. Nieuw-Zeeland, daar mag je pensioen gebruiken voor aflossing van de hypotheek van je eerste huis. Klinkt allemaal mooi en aardig zelf bepalen, maar in Amerika heb ik bejaarden gezien, nou ja, wel van 80 die nog hamburgers stonden te bakken. Ja, maar daar kunnen de mensen iets te veel zelf bepalen. Daar kunnen ze enerzijds hun pensioen al heel voortijdig opnemen. En op het moment dat ze met pensioen gaan, kunnen ze ervoor kiezen om het hele pensioen in één keer op te nemen. En dat doet de meerderheid van de Amerikanen. Ja, en dan kan je geld natuurlijk niet zo lang duren. De fundamentele veranderingen in het pensioenadvies vragen om een goed plan voor iedereen. Hoe leer je kijken naar de toekomst? Een acteur met een schildersezel geeft de deelnemers in workshop 2 alvast een voorzetje. Goed kijken en dan een plan maken. Workshop 3. Met zo weinig mogelijk tekst een lastige boodschap helder overbrengen. Hoe zit het met de solidariteit van de jeugd? Dat is het thema van de vierde workshop. Hoe krijgen we het voor elkaar om de jeugd binnenboord te houden? En wij zouden graag van jullie willen weten, wat denken jullie daar zelf van? En welke vragen hebben jullie als ouderen aan ons? Bij je vertrek naar Zwitserland en je afscheid hier lijkt het wel of alle zekerheden ook aan het verdwijnen zijn. Wat doet dat met jou? Nou, eigenlijk raakt dat me helemaal niet, want ik ben er helemaal niet bang voor. Ik zie weer hele mooie andere uitdagingen. En die zekerheden hier, we zullen toch doorbraken moeten realiseren. En als we daarbij goed ons klantbelang centraal zetten, maar de kleur aangeven en kunnen uitleggen dat de zekerheden van het verleden niet meer de garant zijn voor de toekomst en dat je zelf moet opstaan, hier in Nederland doe ik dat ook in Zwitserland. Terug naar de zaal. Het gaat over langer doorwerken en dus later met pensioen.
Is Nederland daar klaar voor, dames en heren? Nee, daar is Nederland in een heleboel opzichten nog niet klaar voor. Dat geldt zowel voor werkgevers, dat geldt zowel voor werknemers, maar dat geldt ook voor allerlei regels en voorzieningen die we in dit land hebben en die langer doorwerken mogelijk zouden moeten maken. En die zijn allemaal nog niet op orde. Andere manier van werk verdelen en anders aankijken tegen ouderen. Dat is allebei heel erg nodig, want anders dan komt er een enorme groep buitenspel te staan. En bijvoorbeeld mensen die nu op een 56ste werkloos worden, die komen nu niet meer aan de bak. Maar die hebben we misschien over 7 jaar, als ze 63 zijn, weer wel hard nodig. En we moeten dus voorkomen dat er ook aan die kant van de leeftijdspyramide een verloren generatie ontstaat. De pensioentrein is niet meer te stoppen. Waar zijn we aan het eind van de rit? Aan het eind van de rit hebben we nog steeds het mooiste pensioenstelsel in Nederland. Maar het ziet er toch anders uit. Een individu neemt meer het recht in eigen handen. En de werkgever voelt zich daar heel erg bij betrokken. En pensioenen gaat niet alleen maar meer over pensioen. Maar gaat over mensen die bezig zijn met ouderdagsvoorzieningen. Gaat bij weer jongeren die graag solidair zijn met ouderen. Maar dan op een manier waar zij zich ook heel erg betrokken bij voelen. Dit was de Achmea pensioenexpeditie van woensdag 20 november 2013. Er zullen ongetwijfeld meer expedities volgen voordat Nederland zich heeft laten verleiden en de samenleving het nieuwe pensioendenken volledig heeft omarmd. Maar de geur van verandering hangt in de lucht. De trein is niet meer te stoppen. Vooral dankzij deze vrouw, Wilma de Bruin. Zwitserland, Jerzy Kans.